In het begin gaf ik aan dat vaak voor onze eigen Surinamers het moeilijk is om aan een stuk grond te komen. We zijn nu bezig op dit moment het beleid helemaal om te keren. En ieder, dus ik heb vanmiddag ook een gesprek met de president hieromtrent. Maar waar we naartoe willen, is stel dat u over een terrein wilt beschikken, 50 of 100 hectare, maakt niet uit. Dan willen we een centrale punt hebben. Wij willen een stukje aansturing geven, centrale aansturing aan de ontwikkeling van de agrarische sector. Een fenomeen welke wij hier veelal tegenkomen is dat mensen een stuk terrein aanvragen. Dan krijgen ze in grondhuur, zoals ze het hier noemen, is een zakelijke titel. Je gaat daarmee naar de bank, je kunt zaken doen. Men neemt een lening met een mooi rapport die ze schrijven en dan verdwijnen ze met het geld. En het terrein wordt dan daarop op beslag gelegd door de bank en de bank weet er ook geen raad mee. Dus dat zijn zaken die in het verleden gebeurd zijn en die we nu onmiddellijk willen stoppen. Waar we naartoe willen nu is dat grond beschikbaar gesteld wordt, maar aan een beheersorgaan, laat me het zo noemen. Jullie zijn enorm gewend aan coöperaties in Nederland, is misschien het land in de wereld waar het zoveel met coöperaties gewerkt wordt. Dan krijgt zo'n coöperatie het beschikbaar gesteld. U bent wel onderdeel van zo'n coöperatie om, u heeft dan een stem daarbij als er iets besloten moet worden. Die kant koersen wij, omdat op dit moment wat er gebeurt, heel wat mensen hebben grote lappengronden. En die, of ze verkopen het lokaal of aan een buitenlander. En dan zijn we het kwijt. En de heer Poerske gaf al aan van dat wij hier te maken hebben met zwakke instituten. En dus controle op naleving van die voorwaarden op gebruik van die gronden, die controle is heel erg slecht. Dus met deze kennismaking nu, en wij hebben gelaunched op Floriade, grond zoekt boer. En als u u aanmeldt, dan is het onze verantwoordelijkheid om u daarbij te ondersteunen en te helpen. En daar kunt u op rekenen. Ja. En op de vraag van de mevrouw daar, van waaraan moet je allemaal voldoen? Mevrouw, u koopt een ticket, Schiphol, Paramaribo, en dan bent u in uw beloofde land. En dan mag u vrij opereren. Het is nog niet aan vergunningen en zo gebonden. Natuurlijk houden we rekening met de ervaringen welke we in Europa hebben opgedaan. En we gaan niet twee keer dezelfde fout maken. Maar die regelgeving moet nog komen, laat me het zo zeggen. Ja. Maar u bent voorlopig natuurlijk vrij om te opereren. Totdat wij straks met specifieke bestemmingsplannen zullen komen. Maar dat is nog toekomstmuziek. Maar u bent van harte welkom.